De voorbereiding van Ajax is begonnen, maar Joël Veldman, Jasper Cillessen en Daley Blind zijn nog actief op het WK in Brazilië. En daar presteren ze met Nederland uitstekend. Het is hartstikke mooi om te zien dat het hartstikke goed gaat. Dat zij ook een aandeel in hebben. Dus ja, dat juichen we alleen maar toe natuurlijk. Veldman heeft niet zoveel gespeeld. Cillessen en Blind hebben een grote rol. Ja, hoe vind je dat ze het één voor één doen? Nou, Jasper, de belangrijke redding van tegen Silva, tegen Spanje, natuurlijk zeer belangrijk. En daarnaast straalt hij gewoon heel veel rust uit, dus ja, hij doet het hartstikke goed. Daley vind ik het ook gewoon heel goed doen, is agressief, ziet er hartstikke fit uit. En ja, we hebben een belangrijk aandeel, zeg maar, hoe Nederland nu staat, denk ik. En, maar je ziet het net als wij, wij roemen ook altijd het team eigenlijk. En dat zie je ook terug bij het Nederlands zelf wel. We stralen echt de eenheid uit. En gisteren natuurlijk ook weer met twee wisselspelers die dan het verschil maken. Nou, dat is bij ons vorig jaar natuurlijk heel vaak het geval geweest. Dus het stemmen zeer tevreden. Verrast het jou ook hoe goed ze spelen? Of tenminste, hoe goed de resultaten in ieder geval zijn? Jawel, dat zeker. Ik wist dat het heel lastig zou worden om de eerste ronde door te komen. Nou, dat hebben ze met vlag en wimpel bereikt. Alleen ja, nu gaat het erom, zijn ze daar tevreden mee? En tenminste, wat ik de geluiden hoor, niet. Dat is altijd vaker wat je toen ook had in de groep 6 doods in volgens mij Zwitserland en Oostenrijk. De pool 6 doods, dat je 3 fantastische wedstrijden speelt en roemloos eronder gaat tegen Rusland. En Mexico is gewoon een hartstikke goede tegenstander. En wordt een interessante pot. Jij was er 4 jaar geleden als assistent bij. Heb je het idee dat deze ploeg hetzelfde kan bereiken als dat jullie toen bereikten? Nou, ze hebben in ieder geval de kwaliteit en ik denk dat ze ook nu wel steeds meer het geloof in gaan krijgen. Dus ik denk zeker dat zij de mogelijkheden hebben om verder te reiken. Er is veel te doen over dat systeem, hè? 5-3-2, het hele land heeft er een mening over. Wat vind jij van de manier hoe Nederland nu speelt? Er zijn altijd momenten dat je kan voetballen en dat moet je dan ook doen. En dat hebben ze gisteren dan verzuimd, wat ze tegen Spanje de tweede helft wel heel goed deden. Dat ze, ja, als ze de bal veroveren, dat ze dan wel eigenlijk altijd naar de juiste kleur spelen. Nou, dat was eigenlijk bijna tot de 75e minuut was dat niet het geval. Qua organisatie, en dat is natuurlijk waar Louis continu op gehamerd heeft. Als je, ondanks dat je dan niet goed speelt, geef je toch heel weinig weg. En dat is een hartstikke groot voordeel met dit systeem. Dus, en uiteindelijk hangt het gewoon van de vorm af of je meer balbezit gaat krijgen. Dat je dwingender bent dan je tegenstander. En dan is het gewoon eigenlijk een heel aanvallend ingesteld systeem. Want dan heb je eigenlijk speel je met 5 aanvallers en dan speel je maar met 3 verdedigers. Dus, Het hangt gewoon van de wedstrijdritme af of je eigenlijk initiatief neemt of niet. Heb je nog contact met de spelers daar? Heb je ze nog iets meegegeven? Het enige wat ik meegegeven heb aan de jongens is dat je niet het gevoel moet hebben dat je als supporter daar naartoe gaat. En dan bedoel ik mee te zeggen dat je... Kijk, het zijn alle 3 is het de eerste WK. En dan kun je ook zeggen, ja, joh, ik heb het WK, dat heb ik eigenlijk al afvinken. Maar ja, dat gevoel moet je niet hebben. Je moet echt, ik wil hier wat bereiken, ik wil hier wat neerzetten voor mezelf, maar ook met het team. En niet achteraf, ja, ik was er eigenlijk was ik al tevreden met om op het WK te verschijnen. En dat heb ik eigenlijk meegegeven. Heb je nog tegen Daley Blind gezegd hoe die een bal over 40 meter perfect klaar moet leggen? Nee, dat heb ik niet gedaan. En, ik weet het al gewoon dat hij gewoon een hele goede trap heeft, in zijn voeten heeft. En vooral in zijn linker. En, ja, gelukkig kwam dat nu op dat moment fantastisch uit. En, met 2 spitssysteem en hij als opkomende back kan je dat waarschijnlijk ook meer gebruiken. Nou, hij heeft het goed gebruikt. Durf je te wagen aan een voorspelling? Waar eindigt Nederland? Nee, elke wedstrijd staat op zich. Als je ziet wat voor passie de Mexicanen spelen gisteren, dan wordt het al een heel schavij. Ik vind het al super knap wat ze nu hebben bereikt. Alleen het gaat erom dat je niet tevreden bent. En, dat is aan de bondscoach en aan de spelers.